Goedenavond allemaal, welkom bij Man bijt hond. Als kersvers wereldrecordhouder zouden we haast vergeten dat er nog andere zaken zijn waar België in excelleert. De duivensport bijvoorbeeld. Al lijkt ook hier de glorietijd voorbij, nu de jeugd het steeds vaker laat afweten. Daarom gooit duivenmakelaar Pipa een nieuw wapen in de strijd, Virginie Klaas. Met de ex-mis België als fraai gevormd boegbeeld willen ze de jeugd weer naar het duivenhok lokken. Vandaag stort Virginie zich alvast enthousiast op haar nieuwe job als ambassaduif. Wij als Pipa, de grootste website ter wereld over de duivensport, hebben ervoor gekozen om Virginie Klaas, ex-mis België, te kiezen als ambassadrice van ons bedrijf. En om ervoor te zorgen dat er meer mensen zich zouden gaan bezighouden in de toekomst met duiven. Toen ze mij vroegen om het uithangbord te worden van de duivensport, dan had ik zoiets van, duivensport, wat is dat? Zijn dat nu echt die stoffige mensen die niets anders doen als met duiven bezig te zijn? Maar ik ben heel blij dat ik op het aanbod ben ingegaan, dat ik heel veel over duiven heb leren kennen en dat ik vooral de duivenmelkers heb leren kennen. Jonge mensen zijn er niet veel meer, maar dat mag wel bijkomen, hè, jong volk. En als er dan iemand daar reclame van maakt, schinder volk u liever. En als ze dat echt meent, waarom niet? Tegenwoordig voor kaas of voor bier worden ook een of andere mis naar voren gehaald. Of een Tia Ellebout die moet voor pizza's opdraaien enzovoort. Dus waarom niet? Kop, kop. Kop, kop. Kom, kop, kom. Kom. Ik ga heel vaak geregeld langs in duivenhokken en de foto's die we dan nemen, die zijn natuurlijk in een stofjas. Dat is heel wat anders als wat ik natuurlijk gewoon ben, maar ik voel mij zeker niet te goed om rond te lopen in zo'n leuke stofjas. Mag ik wat gedacht zeggen? Ja. Dat is een joke mesker. Valt u er een beetje op? Ja. Mijn vrouw moet dat niet horen, maar ja. Het is zo, hè. Maar ik zeg dat je zo'n schoon vrouw, hè. Dat is normaal, hè. Is dat iets, maar er zit iets staat voor, hè, voor dat type te zijn. Zeg jij mijn duiven maar, zo'n vraag zo'n kietje. Maar zijn ze niet veel vast, hè? Nee. Ze weten niet dat ze de duiven moet vasthouden, dat ze dus wel ze direct zal het nog moeten leren, natuurlijk. Ja, ja, ik wil haar dat direct aanleren. Ik weet niet wie dat die duiven in de randen gegeven heeft, maar nee. Moet je dat vasthouden? Hij zal het zeggen, hè? Het is een duif moeten, ja. Je moet die achterste poten vasthouden, die vleugels bij je nou, en zij legt ze naar een arm. Ja. Dat is het verschil, ja, dat is het verschil, hè. Zoals ja. Dus dat is het niet, hè. Ja. Ze moeten er eindelijk wel iets van kennen, inderdaad. Ja. Ja. Maar dat zal niet zo simpel zijn, hè. Als ze dat nooit of nooit of nooit gedaan heeft. Er zijn zoveel dingen in de duivensport waar je direct iemand de pakt van ze kent er iets van of ze kent er niet van. Ik denk dat ik nog veel te weinig van de duiven ken. Daarmee dat ik ook gevraagd heb om een aantal keren nu te mogen langsgaan in de duivenhok om echt te zien hoe dat duiven gekweekt en getraind worden. Zullen veel mannen, als ze op de kampioenendag er gaan laten presenteren en zo, zullen er heel veel mensen komen in de zee natuurlijk. Hè. Dat je er wel hebben, hè. Dat je meer volk hebt. Dat zegt, ah, die is daar, kom. We gaan er ook heen, we gaan... en dan willen ze de baas staan, dan willen ze ook dingen. Dat gaat dan wel zo, hè. Zeker de duivenmelkers, denk ik. Ja? Ja. Waarom? Er zijn zoveel matjokers boven, ja, ik denk het wel. Ik denk absoluut niet dat ik de duivenmelkers hun hoofd op hol ga brengen. Ik denk dat de duivenmelkers in de eerste plaats hun duiven nog boven een Miss België zullen verkiezen.